Haha, zo, nou, ben weer terug. Ja, als het goed is ook weer, als het goed is ook weer live. Stortte de boel in ofzo? Oh, hij had maar 25 frames. Oh, dat is niet heel veel. Dat is niet heel veel, meer dan weinig, of niet? Ja, dat was net 3 minuten, denk ik, inderdaad. Ging in ieder geval wel lekker rap. Cam staat wel stil. Welke cam? Refresh, want die cam is goed voor mij, tenminste. Dames en heren, dit was het nieuws van 13 april 2021. Fabeltjeskrant. Snabeltjeskrant. Nee, Fabeltjeskrant. Error, no game captured. Nee, dat klopt. Nu moet ik hop starten. Ja, Twitch vond het na 12 frames wel genoeg. Ja. Ja, jullie ook welkom terug. Ja, oké, dan is het wel weer een mooie dag zo, hè. Dan moeten we nog beginnen. Fabelskrant is vanavond om 7 uur geweest. Ja, klopt, Kale. Maar er was niet veel. Er was niet heel veel meer nieuws. Oké, Jane de Erk. Ik zal eens weer opzoeken. Wachtwoord. 1, 2, 3, 4. Die een cookie. De berenboot dan. Was de berenboot er ook op? Ik heb Grapphaus niet gezien, nee. Oh, nee. Sorry. Grapphaus, dat is... Barbara Papa. Nee, ja, dat moet gewoon eventjes voor de vormen. Doen ze ook allemaal bewust, dan is de klap zachter als ze het gaan doen. Ook zo'n ding, ja. Of ze het nou op zaterdag vertellen of op dinsdag, maakt niet uit. Ja, ik heb totaal geen zin. Want goed of slecht nieuws, het komt gewoon zoals het komt. Dus. Oké, loading mods. Hij is bezig. Spotify, daar heb ik ook altijd aan staan. Niet het probleem moeten kunnen zijn. Ja, maar goed, ik zag in ieder geval een render ding. Moeite. Volgens nog staat die vol op 60%. Als je nu nog klap geeft wat ze gaan vertellen, heb je onder een steen geleefd. Nou, ik kom wel een paar keer per week een paar van dat soort mensen tegen die onder een steen hebben geleefd. Dan staan ze aan die deur te kloppen. En verwacht niemand, heb je een afspraak. Maak je open. En waarom zijn jullie gesloten? Hoe zal ik dat nou eens gaan vertellen? Die heeft het nieuws nog niet gehoord. Even kijken, loopt die een klein beetje soepel? We geven hem maar eventjes aan. Ga ik wel gewoon even door. Ja, nou ja, goed. Het kan altijd kutter.
Ik zeg ook altijd maar, kijk, moet er niet in een stream over gaan. Als je er even over wilt hebben, vind ik nog wel prima. Ik laat het maar respectvol bij de wegen gehad. En elkaar niet om verschillende meningen in de haren vliegt. Dan vind ik dat op zich best oké. Ik heb vakantie! Oh ja. Ja, hij blijft bij mij rond 45 frames per seconde hangen. Normaal gesproken staat hij gewoon vol op 60 frames. Dus ik kan dat nog niet helemaal verklaren. Nou, meerdere dingen kon ik vandaag niet verklaren. Dus ja. Archaeology. It makes no sense. Het enige wat ik nog heel stiekem eventjes kan doen, bla 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 bla. Dat, ja, dashboard. Moet ik nou nog een hand? Kom op. Ik zie hem niet staan. Maar goed, ik zal hem eventjes voor Lars afspelen. Wat voelde hij nou, hè? Woehoe, we zijn er weer. Goed, ik pak de draad op. Imprints. Patera's. Voorraadje. Goed voorraadje. Ondertussen heb ik. Die kan ik wel even aanzetten trouwens. Kraf mijn eigen helemaal de pleuris. Pilhorn, oh god. Meer nou? Oi! Lol, jij flikkert me naar de grond en precies op dat moment speel ik dat veel save af, veel trompet. dankjewel. Oh, ik kan er nog bij. Mag ik weer? Ja. Bedankt, hè. Nou, dan ben ik druk met 100.000 dingen. Oké, okay. Maar dus dat. Ik weet niet, dat was vorige keer al. Oh, ja. Nou, omdat de boel zo snel kapot ging, heb ik de boel nu vervangen met heavy turrets. Wellicht dat me dat een volgende keer een paar seconden extra geeft. Ajo! Al moeten kruipen op blote voeten gaan. Ja. Dan, wat de. Ik weet niet hoe lang dat duurt eigenlijk. Heb ik nog nooit getest. Timing van de bronster. Oh. Hey, oh ja. En ik ben Crea Dea geweest. Tada. Voor de Paraceterium. Hoppa. Kijk. Show. Een verhuiswagen maken. Nee jongen, we gewoon dikke turrets erop. Alhoewel, als ik van deze kant zou kijken, lijkt het meer een soort van mobiele kerk. Dat weet ik ook niet.
Maar dat. Ja, goed, het technisch dingetje van de map is dat ik dus inderdaad Rockwell, die heb ik er uit de roulatie gehaald eventjes. En, oh. Wat is dit voor gedrocht? Oh, nou wou ik iets zeggen. Ik slik het echt nog net in. Oké, dit is, ja, wie is dit? Frans Bauer met zijn caravan. Ik heb, ja, ik denk het, zoiets. Meilandjes. Is het? Oh, kom op. Maar dan was ik wel van plan, dus eventjes mee richting zo'n element, vind ik. Nee. Wie? Oh. Auw! Oh ja, en spikes voor de deur. Of dat helpt, geen idee. Ja, dat was eigenlijk. Nee, precies, daarom ga ik dat ook niet zeggen. Nee. Een paar celletjes moet ik maken, maar wat zal ik als eerste gaan doen? Ga ik. Heb ik überhaupt. Oh, ik heb mijn lijk ergens laten liggen. Oh. Oeps. Rutsig. Zo. Dikke shootgun! Oh. Wat heb je gedaan? Oh, wat? Wah. Oh, dino's. We hebben een Oviraptor boos gemaakt. Komt hij nou echt op me afgelopen? Waarom? Oké, jij bent mijn defenses aan het testen, Brons. Jij wil kijken, jij wil. Ja. Jij bent info aan het verzamelen voor jezelf en je medematen. Ja. Ik voel je. Chateau-prutser. Having fun! Oh, zo. Gat in die grond. Oeps. Oh, die moest eigenlijk samen met die buff. Dat is leuker geweest. Ik. Hoeveel bullets heb ik er eigenlijk in zitten? Oeh, zet ik hem per ongeluk aan? Oké, mag ook. Ook goed. 382. Nou ja, goed. We kunnen sowieso eens even een proefritje maken. Level up. Ik heb al flink wat op health gegooid. Melee damage, heeft dat nog zin bij een. Razer? Of zal ik daar gewoon een beetje movement speed in gooien? Ik heb natuurlijk bijna niks bij. Ach ja, het scheelt een klein beetje. Hey, dat is de horse stand, zie je dat? Zo! Gaat even los hier. Oké. Weet je, zal ik even een. Zal ik even een patera. Zo, ik zit helemaal vast. Even een patera uit je meenemen. Speel even wat kogels. Dat doe ik toch? Wat ben je nou? Au. Zo! Pingpong! Even een pateraatje mee. Anders zie ik er gebeuren, sta ik zo meteen in Notting Hill. Ik kan kijken of ik nog wat bullets heb gemaakt. Ik dacht het niet. Nope.
Oké, okay, I'm game. Pak hem dat van. Heel. You are hot. Oh ja, ik moet nog zoveel doen. Ik moet 10 maken. Hey, maar oké. Okay. El Magnifico. Goedenavond, Colts. Eens even kijken. Range, feature incoming, adjust turret range. Gewoon lol. Moet niet al te ver zijn. Gewoon. Ja, geweldig, jongen. Ik heb de dag van mijn leven vandaag. Ik heb al zoveel meegemaakt. Ik dacht net spannend was iets van mij. Ik ben kapot. Ja. Maggie. En Coles. Thanks for the follows, man. Oh, ik was iets vroeg. Sorry. Dirk ding rijdt on the tent, wild, all. Waar zit hij nou? Future, fill, show. Range. Wow. Oké. Okay. Knallen met die ballen. Okay. Alleen, dit ding komt natuurlijk niet door... ja, ik zou nog een beetje door het bos kunnen lopen. Zo kom ik natuurlijk nooit ver inderdaad, Toef. Misschien moet ik ze gewoon even uitzetten. Dat kan, denk ik. Oh, ik kan natuurlijk hem gewoon uitzetten. Hier gewoon. Turret. Turn on. Turrets. Turn off turret. Jong. Hoppakee. Perfect. Nou, raap even lekker mijn stront op. Heerlijk. Ik kom er net achter dat ik dit ding beter had kunnen bouwen bij de element vein. Dit wordt een spannend ritje, denk ik. Dat zal ik ze wel vertellen. Oh. Zo stom. Laat ik nog die pteras. Kom eraan, kom. Honey, come home. Yeah. Eens even kijken. Heavies? Ik heb heavies op mijn basis staan. Maar heavies mag je niet op een platform zetten. Oh, weet je nou dat ik toch even terug ben? Ja, hij gaat even mee. Eerst zaal erop, AUB. Dank u. Hij is een beetje een weet erbij. Zo, had hij daar geen gezeik mee. Ons, heb jij nog een goede Teresino? Level 450 of zo. Hey. Heavy. Canty. Ik stik met de moord van de dorst altijd. Hey, Brons. Sorry. Ja, ik moet even kijken. Had jij hem ook niet zo? Ik had hem gemuit, ja. Gemuit, ja. Oké. Water. Reden. Njauw. Dacht ik, ergens. Hier. Moet er even zoeken, hè. Elke week heb ik al een nieuwe baas, hè. Dus ja. Oké. Fixed. Reed eigenlijk wel bij. Oké. Hoorde de deur al. Au.
Wat is een mes? Nou, ik bedoel meer zo'n beetje, weet ik veel. Of hij ondertussen een Teresino van level 400 of zo had. Nee jong, ik ben, zoveel heb ik de laatste tijd ook niet gedaan. Oké. Hier heb ik hem. Ik heb wel een Teresino nootje voor je, maar... Oké. Okay. Schiet niet op zo. Ik hoop dat Lars weer ligt te maffen. Oh, leveltje heb. Ja, ik hoor nog maar een beetje beter bij. Hé, nog een level. Oké. Okay. Wat? Ik denk dat ik een beetje hier tussendoor moet gaan wandelen of zo. Maar ik denk ook dat ik een heleboel bomen moet gaan lopen kappen. Ja, ik heb wel een beetje een idee hoe ik er naartoe kan wandelen. Kijken. Ja, het is een klein beetje om. Maar daar zit. Van niet al te veel bos, geloof ik. Dus even kijken. Ik doe geen Soos op aanvraag, Pearman. Hey, wat zei Karel daar nou? Je had een goede blueprint voor een longneck. Want, Nou, die hoef ik niet te hebben. Die, als ik hem nodig heb, een keer lenen. Want ik gebruik de longneck niet zoveel. Want met mijn 500 of... Wat is het? 500 nog wat crossbow. Doe ik volgens mij meer torpor als... als de longneck. Ja, ik moet een beetje door het bos heen hakken. Maar komt goed. Dirt staan uit. Lekker lomp hier doorheen lopen. Ik zal even een vers Teresinootje voor je op laten groeien. Ja, leuk level. Moet zo even kijken, weet ik al vraag minuten. Oké. Okay. Wat hoor ik nou toch? Ik hoor iets. Ik zie geen damage. Awkward. Da da da. Hop, nog maar een beetje lag. En een beetje lag. Ja, gewoon nog een beetje puntjes op de lag. Altijd fijn. Goed, onderweg door een bos. Jeetje mina. Oh gek, ik loop gewoon helemaal de verkeerde kant uit joh. Oké. Okay. Dit is echt weer iets voor mij om te doen hoor. Hey. Ja, tuurlijk, berg. Oh, dit had zoveel beter kunnen.
De laatste keer dat ik hier was, werd ik nog doodgebrand door een dodo wyvern van zekere meneer Gummibeer. Waar ben ik, jongens? Ik schiet voor een meter op. Hebben jullie nog even? Heerlijk. Oh, wacht. Dit gaat beter. Ja. Oh, alweer een paar bomen. Moet volgens... En het is een gram vast. Nog de hele avond door neem je tijd, kappa. Boswandeling. Ja, dik van brons, hè. Nou vast op die ene straat. Oh god. Ik heb liever een bakenhoedje hoor, ik hoef geen boswandeling. Oké. Volgens mij loop ik hier tegen een alfa aan zometeen. Ja ook. Daar gaan we kogels, denk ik. Oh, of hij moet me niet zien. Maar ik... ik moet volgens mij die kant uit. Misschien toch maar één of twee puntjes nog maar liggen. Een klein beetje dan maar. Maakt voor hem geen reet uit, denk ik. Oh, fudge. Zo'n Carno ook nog. Oké. Okay. Assistentie nodig? Nou, als je... Oh, waar. Ik wou zeggen, ja, als je met kompas kunt zijn, maar ik weet waar ik ben nou. Op die island. Ja, duh. Lekker bij de hand, hè, de brand. Oké. Hey, guys, jullie hadden nog niet verteld hoe jullie dagen waren. Of wel? Heb ik haar gewoon compleet gemist. Ja, ik heb een drukke dag gehad. Van de morgen even 270 liter getankt. 270 maar. Volgens mij, ja, volgens mij kwam je niet verder als Ede, of wel? Ik had natuurlijk ook net zo goed even een rekje mee kunnen nemen of zo, hè? Ik weet niet of zijn auto op diesel loopt. Oh. Steen. Come on, you can do it! Nou, ja. Ach ja, weet je wat het is? Je kunt niet voorstellen, je moet alles één keer meegemaakt hebben. Dus, nou ja, ik kan vertellen, nou... Met gepaste trots, wil ik zeggen, met gepaste schaamte vertellen dat mij dat dus inderdaad, dat ik daarmee heb gemaakt. Kom op, jongen, kijk eens even op je kaart. Nou, jij moest er nog heen gebracht worden. Ik heb het al een keer gehad, stond ik 20 meter van de pomp af. En toen? Moest je dan een flesje water kopen, leeg drinken, daarin tanken, 500 milliliter. En dan 70 cent afrekenen aan de kassa. Om dan die 2 kilometer te kunnen rijden. 20 meter. Of 20 meter, sorry. Nee, dat gaat niet met een vrachtauto. Oh, vrachtauto. Nou ja, oké, dan al 1,5 liter fles dan. Vooruit dan, dat jij het bent. Helaas werkt dat niet zo. Waar je er dan brandstof in doet, dat hij het dan gewoon weer doet. Ja, dat was bij mij trouwens ook nog wel een dingetje. Oh. Hey. Oké, dit wordt de test.
Persoonauto kun je vaak nog wel een paar keer op contact zetten, zodat je brandstofpomp aangaat. En dan pompt hij het wel op. Ja, met dat deed... Met een diesel werkt dat niet. Hallo. Oh, dit is al een voorteken van wat er zo meteen voor... Ah, zo meteen gaat gebeuren. Den on turrets. Gebeurt gewoon helemaal niks. Ah ja, sla me nog even weer plat, joh. Lekker. Oh, ik word naar buiten geslagen. Hey, bedankt, jongen. Ja, je wilde toch gaan, hoor. Ja, nou... Dan help ik een keertje mee. Lekker meehelpen, noem je dat. Lama. Oh, wel lekker shotgun trouwens, hoor. Hey. Oh, heerlijk. Ja, heerlijk shot, heerlijk shot. Oké. Goed, gaan we weer even lekker door. Waarom die turret... Oh, dat wordt zo meteen wat. Oké, ik moet een beetje naar rechts. Natuurlijk moet ik rechts dwars door het bos. Ik denk dat ik maar even door het water heen ga steggelen. Ik denk dat het veel beter is. Oh, nog meer aloes. Yay! Oh, die gaat goed. 1 level erbij. Movement speed. Het is een level 309 geworden. Oh, klinkt goed, klinkt goed. Oh, now we're talking. Sorry, now we're walking. Oh, mijn huis zit onder water. ja. Zo, dikke Rex daar. Oh, dat gaat zo natuurlijk niet nou. Op. Oh! Natuurlijk heb ik hem al gezien. Jammer joh. Ik loop even lekker door. Ik heb geen tijd voor jou. Spino, volgens mij moet ik nou deze kant een beetje op. Ja. En dan loop ik een klein stukje om, maar dat is altijd nog sneller als door dat bos. Spino zal ik maar heel even rust laten. Piranha's. Kom erop. Hier nog een klein beetje tussendoor kunnen... Wandelen, denk ik, hoop ik. Waarom ben ik nou in gevecht? Oh, Woolly Rhino. Ook goed. Zo. Even een beetje relaxed gestand. Want ik zat alweer... Ik zat er weer helemaal voor of in mijn scherm te porren. Komt hij straks bij die element veen, is hij wat vergeten, hè? Brandstof? Oh, waarschijnlijk wel. Kom.
Maar hoe is de streamkwaliteit nou? Is die weer een beetje bijgetankt ook? Oh, wordt dat... Gaan we nou in brandstof- en tanktermen praten vandaag of wat? Ik doe het gewoon zelf. Yep. Echt, hé. Hey. Zit hij nou... Wat een drama dit. Ja, loopt goed hè, Toes, op V-Power of niet? Diesel plus. Ja, ik snap de... Oh, nou weer hier langs af. Oh, dat kan je niet meer, nee. Oké. Okay. Ja, maar kijk, zie je, daarom is het ook helemaal niet zo raar dat ik zonder kwam te zetten. Want ze zeggen ook altijd dat je meer kilometers kunt rijden op die plus diesels. Weet je wat de ultieme prutserij geweest zou zijn? Zo te stranden zonder brandstof. Dan je lamp en je knipperlichten zo lang aan laten staan dat ze je afslepen naar het tankstation om te tanken. Dat hij dan niet starten wil omdat de accu leeg is. omdat de accu leeg is of ja. En dat hij dan wil niet starten omdat de accu leeg is. En dan op een snel starter. Starten en dan gelijk weer uitzetten. Nee, wij gaan even. Ik zit hier een beetje klem gemaakt door iets, ik weet niet wat. Een fucking Teresino. Is hij nou damage aan het doen? Zit er nou nog meer? Wat ik wou zeggen, inderdaad, stranden, omdat je zonder brandstof zit, slepen ze je af naar het tankstation. Hebben ze al gewaarschuwd van, ja, weet je wel, je hebt je lampen aan het knipperlicht nog aan. Dan gooi je hem vervolgens helemaal vol met benzine. Denken ze dat de accu leeg is, laten ze de accu op, zetten ze starter erop. Wilt hij als volgens nog niet starten, omdat je benzine in de diesel hebt gegooid. Hey. Kom mee, ik ga nou eens even... Goed. Oh, jongens. Oh, really? Ik zeg niks. Loop nou gewoon eens langs die rots af. Ah. Het is ook zo'n lomp apparaat ook. Oha, eindelijk een beetje lucht hier. Oké, nou zijn we onderweg. Twitch loopt weer te kutten. Volgens mijn gegevens heb ik alleen
Kale, Toef en Brons nog maar in de chat zetten. Daar geloof ik geen zak van. Kom in de buurt. Waarom? Wat is hier nou aan veranderd? Oh, dit is zo tragisch dit. Nou ben ik het zat. Oké. Dan maar zo. Wauw. Een silencer. Jackpot. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Goed, die troep allemaal maar weg. Beetje melee damage mag hij wel hebben. Moet zich ook een klein beetje kunnen verdedigen, niet? Komen we zo meteen aan. Er zit er geen element veen. Ik lag me eigenlijk helemaal het schompen, weet je daar. hey Kitty Cat. Nee, er is geen PvP server. Tenminste. Het is een. Hoe zou ik dat nou noemen? Een VP. VVP server. Ik zin hem zo te plekken. Viewer versus player. Tenminste, daar komt het dan over het algemeen wel een beetje op neer. Want mijn kijkers die slopen regelmatig mij en mijn basis. Door middel van Chaos Creator. Interactie van kijkers met mij. Hey, ben er eens een element veen. En volgens mij in de grote. Gaan we er meteen in? Denk het wel, hè? Zo. Dan moet ik een keer. Ah ja. Kom op. Waarom gaan ze niet aan? Kom nou, hier de hele boel komt er al aan. Ah. Hoppa. Nul damage. GG. Oh, ik ben zo genaaid, jongen. Nou. Kijk dan, er zit nergens damage op. Ja, één. Wauw, één. Ja. Oh my god. Zo so fucking dead hier. Ja.
goed. Short time. Yep, indeed. Ja, ik denk dat ik maar gewoon wegloop, want het heeft geen zin. Het heeft gewoon geen zin. Dus, slaat hij me weer voor mijn schompus. Oh, oeps, sorry! Het. Komt niet meer weg, ook niet meer. Ja, en we blijven schieten, hè? Jan! Vergeug niet! Heerlijk! Zo, rust in de tent. Hey, maar even niet op het een of het ander, hè. Even aan mijn beste kijker arc specialist, hè. Waarom wisten jullie dit ook niet, hè? Hebben jullie mij gewoon niks gezegd? Ik zou net zeggen, misschien wisten we het wel, maar zeiden we het gewoon niet. Kills created transaction pending. Had jij dat nou weer, Lars? Ik ben al een keer of zes de bronzerteerde vlakte aangeslagen. Dus. Vanaf wat voor connectie doe je dat aan de computer? App. Hoor ik nou weer? Oh, een drop. Ja, dat zal hetzelfde zijn natuurlijk. We gaan naar die drop. Ik heb volgens mij geen bullets meer. Hetzelfde als altijd. Ja, jij hebt het wel erg vaak. Wat zeg ik nou? Omdat wij niet zo, hoe zullen we het dus noemen, inventief zijn als zoals jij bent. Wij pakken gewoon een paar reks en gaan de strijd aan. Ja, finding other ways. Wow! Schiet hij me nou in mijn... Oh ja. Fijn. In mijn hutje. Theeplafond aangeplakt. Lekker. Dus, hij kwam nu door of had je hem nog een keer gedaan? Pick up. Kom op! Wat? Oh, ha. Jij probeerde mijn Tame Froggy vast te geven. Damn, man. Oké. Lars gaat bij mij voortaan bekend staan als experiment boy. Kom. Oh man. Really?
Maar in ieder geval wel extra. Ja, ja. Wat, dat ik met mijn Parasiterium en beest door de lucht heen begon te springen of wat? Of wil je, was dat een test om te kijken of je me dan volgende keer met team en al de mesh uit kon laten vliegen? Nou ja, wel, ik zou er bij jou niet meer van opkijken eigenlijk. Nou, voor de omgeving is het wel goed. Nee jongens, waar legt die drop nou? Naar de drop! Oh jongens. Oh ja, zeg maar vaarwel. Zeg maar vaarwel. Zeg maar vast vaarwel tegen mij en Medino, want dit... Dit wordt een dikke faal kill. Purple drop. Ik ga hier niet meer wegkomen zo. Oh, ze komen nou al. Oh god. Skieten! Yeah. Ik moet proberen. Oh. Ja, ik moet zo meteen nu gas geven. Oh, dat was al te laat. Oh, moedertje lief. Oh mijn god. Nou. Ja, normaal gesproken met de turrets. Nou, dan moet ik zo meteen mijn body gaan halen. Kan ik even nog net even zien wat mijn IP-adres is hier? Ik zal het even 29.3 28.7. Gebruik jullie even als klapblok, boys. Ah, hij is er bijna aan. Oh, zo. Ik krijg sowieso... Oh! What the vlammende pijp! Yes. Not funny. Yes. Ja, dat was uurtje of twee, drie werk, denk ik. Ik moet wel even terug, want er zit me 600 nog wat shotgun in. Oh ja, en dat zadel zit natuurlijk ook. Ja, alhoewel. Ik heb zoveel moeite gedaan om het zadel te bemachten, maar uiteindelijk heb ik dus geen reet zin.
No-go tactics. No-go tic-tacs? No-go tic-tacs. Dat kent ik, hè. Ja, wat ligt daar? Daar ligt gewoon een hoop rommel, een dood lijk. Dat is meestal zo met een lijk, hè? Ja, dat klopt. Ik mis een recovery mod. Maar ik ga maar even halen. Oké. Als het goed is, zijn die, is het andere spul allemaal gedespawned, omdat je het render distance bent, dus. Ja, dat sowieso. Ik was zelf al de eerste die despawnde. Ja. toen meteen en toen de rest. Tactical retreat. Ja, zoiets. Dat je weet. Speed. Oh, het 135 speed. Oh, door de buff. Nice. Oké. Mooi. Oh ja, ja. Dit kwam ik de vorige keer achter, hè? Die deur. Geweldig. Tada. Doenk. Ongelooflijk geweldig. Die gewoon door die deur heen kan. Oh. Ja. Volgens mij zorg ik vanavond weer voor mijn eigen chaos, of niet? Oh, redelijk. Heb ik jullie weer niet meer nodig. Oh. Goed, zo te zien is het groepje van de reet van twee man weg. Zo obvious. Volgende keer als je dat soort dingen ziet verschijnen in de chat, dan mag je best wel zo'n bericht verwijderen met... Er is geen raid, er komen twee man binnen en het is gewoon zelfpromotie dit. Oh no. Waarom? Ik heb niks bij me, Laars. Echt. Oh ja. Ik heb niks... Wat heb jij nou weer geklept? Ga ik zo meteen al mijn PTE's vanavond al gebruiken in één avond. Ben ik morgenavond weer aan het breden. Yummy! Goedenavond, beste prutser. Dank je voor de 10 bitjes. Oh god, waarom ben ik vandaag aan streamen? Was het vanochtend gewoon een teken, hè? Dat was gewoon zo'n signaal. Nog een zaaltje dan maar. Hey, bedankt, hè, Lars. Thank you very much. En hoe is het met de vliegende beest? Wilt iemand dat... Gaan we je even uitleggen? Wat er met de vliegende beest is gedaan? Ik krijg het niet op mijn lippen.
Je hebt het gewoon verprutst. Dat snapt Jimmy dan ook wel door die opmerking. Ik was met losse vlotters aan het schieten in plaats van gewone kogels. Zat zonder brandstof. Kut, dan moet ik zelf ook ophouden met die grapjes. Ik zit mezelf gewoon te nakken hier. Doe van wat andere beesten, gek. 3 keer 9 is 18 liter diesel, hè? Ja, combineer het nog even lekker. Straight over de vulcano. Je kan dino's dus niet laten varten. Die de beest laag in de grond ging. Kijk, nou komen ze los, hè? Oh, stamina. Dat is ook een goeie. Zo! Wat de hel? Wat is hij aan het doen? Stop nou! Oh. Crash. Ik ga kapot hier. Kijk hem gaan. Het ding ligt helemaal over de berg in gebukt. Oh. Die had het een beetje moeilijk. Oh mijn god. Beter zonder brandstof. Zie, ik wist het gewoon. Oh. Ah, ik was ongeveer halverwege, zou ik maar zeggen. Nou, ik kan proberen mijn lijk nog even te pakken. Wat van? Dus die keer doodstuiten nou. Drie PTE's. Ik moet meer omhoog zien. Wat ik nou gek. Oh ja, tuurlijk. Ha! Maar ik ben sneller. Buiten het feit dat ik bijna zonder stamina zit. Hup, tussen de bomen door. Links rechts. Hey. Follow me here. Deep in the heart of nowhere. Oh, dat is iets te snel. Ja. Hier was het in de buurt. Dacht ik. Houston. Thank you. Wat van? Oh jongen, ik draai zeker. Oh kijk nou, Tieten. Wat... Oh. Maar, Oh, nee. Ik zat bij die drop. Oh, nee. Ja. Wat? Pak er even een ding tussendoor. Oké, dat was goed. Bijna.
Ja, hier was het in de beeld. Ergens. Nee, ik zag mijn back. Oh. 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 Oh, dit ga ik niet volhouden. Ik heb te weinig stamina. Ik hoor hem. Ah! Jij die gaat sterven, groeten nu. Ja, dat is de. Can't shake it. Au. Rook maar bones. Hij is afgeleid. Ja, mooi. Ik heb ook geen stamina meer. Ja. Oh boy. Oh, zo. Ja, nou heb ik echt al mijn botten gebroken. Still alive, still alive. Ik heb niks, ik heb het koud. Dorst, ik heb honger. Iedereen is keibeus op me. Een paar besjes. Dat is wel echt. Oh! 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 Hey! Hem! 521! Oké. plus 1 voor gummy en plus 2 voor Lars, geloof ik al. Ja. Nou, ze houden je wel in beweging. Ja, die bag terughalen, dat wordt nog een dingetje. BTT. Next. Zie je? Stalen in de rij. Ja, zo wel, ja. I'm on my way again. Blijf laag bij de rand. Los. En door. Kitten is, ik kan ook echt geen ene shit nou, hè. Met al mijn stuff daar. I'm gone shitting to outer space to find my resting place. No! No, 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 no. Denkt u wij, hè? No, 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 no. Epic song, ja zeker. Player versus chat, ja. Yeah. PVC. Nee, Siri. Oh shit. Oeh, speed buff. Like. Hier. Oh. Oh, zo, ik heb gelanceerd. Oh,
nog. Oh, met de speed van Lars. Oh god, hé. Oh, dikke katapult van mijn PT af. Oh, hey. Oké, ik heb mijn back. Oh, er staan nog allemaal spullen hier. Ja, dit is natuurlijk. Oh ja. Ah, waarom komt hij nou op me af? Je hebt een dikke shotgun weer, jongen. Ah, ik denk de volgende keer een beetje achter me aan moet vliegen, Brons. Dat is veel te leuk zo. Tuurlijk. Combo's zijn het beste. Combo breaker. Combo. Het mag gewoon niet, hè? Kijk dan, jongen, wat een zooi er op me afkomt. Oh. Mis. Goed. Baggies. Zit nog. Heerlijk. Dat was de eerste keer vanavond. Dit de grond dan geslagen wordt. Oh. Kleine wat moet ik nou zeggen? Gewoon een soort van irritante speldenprikjes zijn dat. Het is net alsof jullie me dan even zitten te kietelen voor dan iets anders ofzo. En laat me nou even de spullen oprapen, jongens. Dus. Ik vind crafting tijd in, jongen. Hoppa. Dan gaan we door. Nou, hey, baggy. Oh, dat was wat anders. Nou, vooruit. Zal ik jou ook even eventjes lijden verlossen? Op. Mooi. Tada. Check. Maar als het goed is. Hold your horses. Ergens in die bag. Volgens mij. Go to the Vera level up. 2 levels. Doe maar wat melee. Melee. Hold eens even kijken. Wat ik heb heel veel gemaakt. Geef mijn peep power poep heel de soep. Ja, er hangen er nog wel 2 in de lucht, Gemster. I was just thinking about something. Got a nice... Oh, het loopt een giga daar. Wow, female 190! Oh, damn, die is nice. Oké. Alle andere plannen opzij gezet. Bij deze.
alle andere plannen opzij gezet bij deze. Toef, check even bij de kibbel. Volgens mij is het superior. Nee, exceptional. Als je wilt. Yeah. Waarom kwam die niet in de chat? Volgtje. Overwatch addict. Ik zit weer zonder brandstof, zie je dat? Heb ik ergens chat gemetst of zo? Oh, fuck ja, nou zie ik het pas. Ik heb dat helemaal gemist, jongen. Ik zie dat inderdaad van de andere kijkers reacties heb gehad. Oh, perfect. Thank you very much, Toevelis. En ja, Overwatch, goedemorgen, dankjewel. Inderdaad, het is PvE. Wat laatst ik zei, het is hier kijkers tegen. Nou, Chaos Creator houdt in dus dat je me kunt helpen of kunt pesten. En de jongens zijn vanavond aardig aan het pesten. Ze doen soms ook helpen hoor, daarom. Ik ga nu dus eventjes terug naar de basis om een van de helpers die ze een keer hebben gegeven om die te halen. Dat is namelijk een Supertrank. En dan moet ik alleen maar een beetje duimen dat ze mij eventjes de kans geven om hem ook daadwerkelijk te gebruiken. Ik zeg het maar zoals het is, want ze weten het toch. Dus ik kijk even met puppy eyes. Kijk maar eventjes van puppy bleed. Plunk. Want ik volgens mij heb ik die van DMF gekregen. Goed, ik neem hem gewoon meteen mee. Ik moet eigenlijk die andere zooi eigenlijk even een klein beetje dumpen of zo. Dumpen of zo. in ieder geval iets eventjes wel. Nee, want echt te veel zooi bij. Oh, ik heb toch flink wat bullets nog mee kunnen oprapen, zie ik. Gelukkig. Een zadel terug. Perfect. Oké, laten we dit maar zo even doen. Tank, kibble. Gates? Gates heb ik toch niet nodig, jongen? Gates. Gates is zo 2002. we zijn een exceptional kibbel. Hoppa. Let's do this. Je bent weer duidelijk aan het articuleren. No. Ik heb ook even een keer een paar streams in het Engels gedaan. Ik ben helemaal van het padje af. Op extra cryo. Weg naar buiten zien te vinden. Kuthok. Hoppa. Eten. Niet fluiten, AUB. Wat zijn er veel? Au. Heb ik nou die pijl? Ja. PT's. Even kijken, wat is dit? Seizoen, of aflevering 16? Ik denk dat ik er al een stuk of 30 versleten heb of zo. Maar laat ik zo zeggen, ik ben vandaag al met nummer 5 bezig. Dus
Ik moet ze tussen de streams en moet ze tussen de stream en masse bijbreden, want... Ja, als de stemmen nou op is, pakt hij een nieuwe. Dat was wel fucking slecht, man. Ja, ik zit echt bij massaproductie tussen. Ik probeerde het niet vandaag ook met auto's, maar dat werkte minder goed. Fuck jou! Ja, ik dacht, kom wel even. Ja, weet je wel, brandstof is op, kom wel even een nieuwe brengen. Nieuwe auto. Ja, je hebt je kraaienpot vergeten, hè? Wissel hem even om. Dan komen ze er met eentje achterop, zetten ze hem neer, dan ga je verder. Dat zou helemaal wel zijn. Natuurlijk weer nacht. Oké, want ik was bij de ijscave. En liep daar een beetje boven, daar, die kant uit. Daar is hij, daar is hij. Het gaat erom, ik moet hem dus die pijl in één keer in zijn flikker moeten kunnen schieten. Dus eigenlijk moet hij mij een beetje volgen. Hoop ik. Oh, godverdomme, ik dacht even dat mijn aak ging crashen. Is hij nou graag rood of niet? Cool. Kom hier een beetje naar de berg, jongen. Kom. Hey, beste mensen, doggie. Prutser. Duurt lang. Veel te duur. Heerlijk. Auw. Oké, nou, hij is mee. Wat van? Nou, kom. Moet die pijl... Wacht, ik moet even die pijl laden. Hop. Stop hem er maar in. Ja. Hij moet... Even voor mijn neus. Ja, nee. Oh fuck, nee Yummy, niet nou! Kut, nou zie ik je donder. Ja, wacht. Misschien... Ja! Ha, mislukt. Jammer, Gum. Zo. Ik schreeuw wel erg hard. Ik denk de bovenbuur zo in één keer komen klagen. Anyway, hij ligt knocked. GG! Okay. Yes. Oh. Waarom heb ik een... Waarom ben ik nou in één keer naakt? Femi heeft mij een hoedje opgezet. Oh. Echt niet te filmen. Echt hè? Hey, ik zit hier. Ik loop hier dus gewoon, hè? Ik loop hier dus gewoon in mijn. In mijn fucking dikke Riot armor rond, hè? En dus met een geintje zette Gummy mijn armor dus eruit. En voor een 2018. Dus in plaats van. 1400 had ik. Oh, gewoon even 4000 van mijn armor afgesnoept, hè? Jezus. Je moet auto's breeden, ja. Jop. Meer HP voor als hij crasht, ja. Ja. Welke gare drugs had ik net op? Ja, dat als je aberration kent, dan heb je bepaalde plekken. Er zitten. Ik weet niet hoe het is. De ene heet ice spores en de andere heet spores en ice spores. En dit zijn, als je daar dan doorheen loopt, dan. Komen niet van de paddo's. Die spores die zitten gewoon op, die zweven in de lucht. Dat zijn geen paddo's die op de grond staan, hè?
wat je kunt doen is met paddo's kun jij daar een buffer krijgen dat je er geen last van hebt. Goed, hey. Oh, kakker kak. Oh, fuck. Ja, dit gaat falen, jongens. Dit gaat falen. Ja, dat denk ik. Die gaat het niet redden met zijn torpedity. Jongens, is er niet een hele cheap helper van mij met drugs, narcotics? Ik vraag het maar gewoon even een keer, hoor. Oh, ik ben als een malle maar even wat berries aan het rapen. Wat ben je nodig dan? Narcotics. En heel snel. Ja, zo snel kan ik niet bij je wezen. Ja, dat denk ik ook niet. En dan krijg je van alles behalve narcoberries. Oh nee, hij heeft er een paar. Oh, ik heb er een paar, man. Oh, hij is al bij, hij is... Oh, 13, ja, doei doei. Ja, ik kan het heel even uitzetten, man. 360. Kijk, de truc hier is... Ja, knock hem opnieuw. Ik had zo'n super trankpijl bij Karle. Wat kun je geven? Oh, shotgun! Kun je geven een shotgun? Die denkt, schiet er maar een puin. Oh, ik heb het een klein beetje kunnen rekken, maar. Ik zie een bosje staan. Oh, heb ik er nog maar een stuk of vijf of zo, weet je wel. Oh, die bosjes pakt hij ook niet. Kom op. Major Berry, fuck the fuck. Huh? Noos! Oh! Wat? Oh! Naar de vast in de grond. Met een shitload aan resources. Nee, Gummy, dat is geen veel. Dat is een hele goeie. Hij staat gewoon aan de grond genageld. Ik sta keihard in de grond genageld. Ja. Oh. Goed. En mijn... Ja, daar sta... daar sta ik dan. Kraft het. Want... Daar staat ze. Oh. En zoveel voorraad heeft hij nooit gezien. Jongen, ik hoeveel? 6000 weet. Oké. Okay. Ja, wacht. Hier, dit zijn die dingen. Wacht, inderdaad. Dat scheelt namelijk al heel veel. Kijk, dat scheelt al 3000 weet, hè? En wat is het zwaarste?
Element? Nee, joh. Ja, brandstof. Mijn Patera, die is... mijn Patera is achter de giga aan. Die is footsie. Mijn Patera kon het dragen, inderdaad. Maar, luister, absorbent substrate. Dat is iets dat ga ik nooit kunnen verbruiken. En ik denk dat ik daar... Waarschijnlijk net. En dan kan ik al die andere mooie dingen kan ik houden. Oh. Nee. Ik was net zo ver! Oh. Damn, jongens. Jullie hebben zin vanavond. Zijn de vrouwtjes niet thuis? Dan word ik maar genaaid. Oké, ja. Misschien dat ik een beetje de buurt kan doodknetteren. Hoop ik. Waarom zit. Oh. Die knockdown in de lucht? Oh god. Oh, bijna op dezelfde plek. Zo! Bots. Oh, bijna ramdood. Oké, ik ben nog steeds een kut. Oh, jongens. We maken jullie me moeilijk vandaag, zeg. Weet nog steeds 2500. Ik moet wat sneller. Laat je map eens zien. Clay. Mijn map. Ik heb zelfs een GPS, jongen. 2731. Ik ben onderweg. 12. Ja, het grootste gewicht zit nou nog in de polymer. Oh ja, Gummy maakt er een einde aan. Free loot op 27, wat zei ik nou? 2731. Gratis loot. En een paar hoge level Tilak Leo, Cyber Sabertooth en Wolven. Goed. Ai, Gummy. 10.000 badge, jongen. Ja, want ja, hey, alles wat je besteedt aan Chaos Creator zooi en meuk, dat telt mee voor als zijn de cheers. Dus, en nadat een hype train. En wou ik net eigenlijk erbij zeggen, daarmee krijg je dus vaak ook een kick-off voor de hype train. Welke zojuist gestart is. Eén persoon moet nog een abonnement kopen of cadeau doen of bits gebruiken. Ik geloof 1600 bits in totaal, dus als je, weet ik veel, iets daarmee doet. Of iedereen gooit een paar bitjes erin voor nog meer bommen en granaten overal. Blaast de basis op en dan is de hype train een feit. Zeg ik dat nou echt? Nee, heb ik niet gezegd. Sorry. Doe andere dingen. Maar maak er vijf van. Mijn brons... Oh, is het... Nee. Ik weet het niet meer, jongens. Waar is mijn deur? Ik wil naar buiten. PTE. Oh. Oké, zegt hij. Hij doet het gewoon meteen. Oh boy. Oh, dat wordt nog blijkt met die turrets dan gaan doen. Chaos Monkey. On event, oké. Okay. Hebben de turrets nou een beetje iets kunnen doen tegen dat ding? Oh. Nou, klein beetje. Het is wel half dood. Oké, ik weet wel. Dit doet één. Doet fucking één Chaos Monkey dit. De hel, man. Ik kan mijn deur niet meer in. Au. Oh. Die ligt voor Pampus Weilen.
PTE. Zweet, oh man, ik zweet gewoon. Was er meer dan één? Echt waar? Is de, betekent dat dan dat dat plan gewerkt heeft? Soort van, ja, ligt me net aan hoe vaak een baks krijgt natuurlijk. Oké. Okay. Paniek in de tent. Oh, ik ben gestopt met markering te maken. Ik loop hem handmatig wel weer door morgen. Want... holy crap. Daar lag geen lijk. Brons is mijn lijk aan het zoeken, denk ik. Ja, ik heb al wat gevonden. Oh nee, dit was nog een Argentavis. kan je lijk nog niet vinden? Was me. Oké, wacht even. Check. Ga ik even checken. Kale was hier ook al, had ik gezien. Nee, er was wel echt een hoort. Dan kan dat maar één ding betekenen. Dat de huidige defenses... nee, een hoort is wel echt een hoort. Ja, of ze moeten vastzitten... Ja, ik kan dat natuurlijk niet zien. Geeft hij dat aan hem in de tribeblog? De repeteer was killed, keep it killed, killed. Nee. Nou, weet je wat ik denk, Gummy? Ik denk zo waar dat mijn huidige design het heeft opgepakt. Want ze spawnen dan ruwweg hier, zeg maar, en dan moeten ze lopen, dus... Maar uiteindelijk, dus het, dan zijn er dus toch nog één of twee inderdaad die hier liepen, die doorkwamen. Maar, ja. Ja, ik denk het wel. Maar ze zijn nu ook heavies, inderdaad. Wat vertraging, ja. Maar dan nog, hè? Dan nog gewoon een dikke gat. Weer een dikke gat in mijn baas, jongen. Oké. Dus we moeten meer sub-bosses doen. Nobody said that, Jimmy. Hey man, gefeliciteerd met die 10k badge, Jimmy. Nice, man. We hebben top 3 10k badges nou. DMF, Laars. Gelaarste kat is dat er even volledig uit. En ik zit weer zonder brandstof, zie ik. Oh, mooie plek om te landen. Oh. En dus gebied weer. Oek. Grats. Nou, kom op. Sta op. Ondertussen ben ik gewoon weer ramrecht die coördinaten vergeten. Rugner 2031 was het toch? Ja, zoiets. Ja, het was eigenlijk gewoon in de buurt van de Giga, natuurlijk. Zo, oh, ja, die is hier aan het rondrennen. Ja, die hebben een Patera niet gesloopt, volgens mij. Maar goed, oh ja, daar hangt weer ergens een Patera rond. Die PTE heb ik nog niet gezien. Dank u, dank u. Ja, is goed doel. Ja, zeker. Ja, het komt helemaal goed. Ah! God damn stamina. Oh, ik heb hem ook nog helemaal niet geleveld of niks. Ook niet. Zet dan territorium. Ja, dat kan. Dat kan. Maar zoals gezegd,
ik tracht een beetje een balans tussen het mogelijke en het onmogelijke te houden. Dus tuurlijk, ik kan wel bouwen als een gek en zoveel turrettorens neerzetten dat die monkeys en alles niet geen doorkomen meer vinden. Maar ik probeer het zo te maken dat ik vond dit eigenlijk wel in die zin best wel leuk gebalanceerd. Dus dat op zich de avond. Hey, daar hebben we Patera. Even zo tussendoor, hè. Oh, dus de bronzer. Oh, hallo. Hallo. Je hebt een krab op je nek zitten. Heb je jeuk, ja, of zo? Heb je jeuk of zo? Ik zie een body back. Dat? Yep. Gooi je de pollen maar even bij mij thuis af? En de dust? Ik mag bijna niet lopen, joh. Kan ik meer meenemen? Ik heb het een en ander even bij jou erin gehoord. Ja, oké. Okay. Check. Oh! Nee! Vergeet op de weet, jongen. Kom niet zoeken naar de giga. Die ligt te temen. Buiten je... Stream ontbrengt haar bij jou. Hoezo bij mij? Als jij hem geteemd hebt. En trouwens, al mijn 2 giga's kale zijn females. Dus. Dus hij het een beetje. Nee, dat gaat dus niet. Allebei females. Oh. Je kan nog wat bij mij ingooien als je wil, hè? Hallo. Oh, EDF, EDEF, E. Ja, ja. Snel, voordat er weer iemand loopt skieten en zo. Ja, wegwezen. Oh, nog steeds niet. Kom op. What the fuck, zeg. Maar dan gooi je maar wat weg, hoor. Ja. Om die klote patera niks aan dragen, joh. Hey. Tjuk. Kedegeding. Woed. Dit gaat zo lekker snel, dan komen we er wel. Want ik ben nog lang niet thuis. En heel ver weg van huis. Ja, inderdaad. Hij hoeft nog maar een paar puntjes level. Ik moet even een miertje of zo erin komen. Wat? Oeh. Ga me groter een helper brengen. Nog zwaarder. Wat deed je? Dikke assault rifle. Mooi. Uitkomen. Is nou echt. Let's go. Oh, meer. Hey! Oeh. Hey, een Atlas gun. Oh, hout. Wacht even, het is allemaal joh. Wat doe ik toch allemaal met dat houten steenzak? Dat moet toch allemaal niet? Gaat dat nou? Ja. Oh, Lars! Oh ja, prachtig! Super! Oeh, gauw naar huis. 5 seconden. No! What the fuck? Oh! Wat een smiecht! Wat een smiecht! Ja, maar daar ga je me niet helemaal mee hebben. Hop. Nee. Ik heb nog steeds helpen voor Lars hier. Hoi. Komt goed. Ik ga er sneller van praten, gewoon. Persoonlijke buff is het geworden, geloof ik. Au, what the fuck? Oh, ik zit in de spijkstukken. Oh, ik kom morgen kapot op het werk, weet je dat?
Oh, waarom doe ik dat nou weer? Nee, kom op. Waarom sta jij nou weer precies voor die kast? Echt. Kleurte ding. Op naar jij. Speeltje even weg. Flikker ik de zaal er daarin. Ik heb deze spullen in de offline base gegooid. Oké. Kijk. Go. Door de deur. Yep. Au. Ja! Hang een paar patera's op het land. Maar jezus, jongen. Ik werd er weer afgeslagen. Hey, iets apart. Waar is hij nu? Ik landde toch hier net ergens. Houston? Dat is brons. Nee, dat is... Oh, dat is Toef. Oh, hey! Hallo! Toet! Mijn god. Nee, dat is Toef... Zo! Tijntjes, man. Dat is Tijntjes, man. Oké. Hallo, ga nou eens even gewoon zitten of zo. Stop. Really? Tera is net zo prutsig als ik. Hier zaten geen spullen meer in. Ik had spullen op me zetten. Wat nou, jongen. Jullie laten haast maar haast voelen als werk. Even een slokje drinken inschenken, jongens. Oh. Boy. En dan voor een dinsdagavond, hé. Hey. Zo voor een doordeweekse dinsdagavond. Nou. Is de 26e dat iedereen geld gebeurt, salaris of zo? Heerlijk je content, jongens. Of. Echt. Dat begon allemaal al met de autopech vanochtend. Pool, please. Wat pool, wat? Pool pork. Wat moet ik poelen? Oh, ja, zeg dat dan.
Zeg gewoon meteen de pool Discord, prutser. Hier is gewoon meteen helemaal stil van. Good, good night, Dougie. Slaap lekker. Tot donderdag. Avond. In goedenavond, tandjes, man. Ik denk hem ook maar eens even helpen in de chaos. Dikke chaos, jongen. Ik voel me zeer geïntimideerd. Oh. Goed. Close it. Hallo. Ik heb mijn kop in zijn reet. En dan zegt hij nog, move closer to right. Letterlijk. Wow. Als je ook kunt pakken, ja? Zo. Hey. Kijk nou. Kijk nou, dat met die muurtjes heeft gewoon... It actually worked. Mm-hmm. Nou moeten we... Ja, actually worked, ja. Kleine muurtjes aan het bord, foundation heel. Oké, wat even back. Oh ja, ik was even wat te drinken aan het inschenken. Poging tot. Ja. Maar goed, dus na een... onderhand een klein uurtje heb ik uiteindelijk mijn spel terug. Zo. Heerlijk. Hydrated. Maar in ieder geval, naast de destructieve dingen, ook bedankt voor de helpers, voor de snelheid wanneer het nodig was. Een hele leuke assault rifle van Jimmy en wat polymer en zo. Dat is altijd goed, komt altijd goed. Ik zie een oude weerpad. Wat zeg ze? Ja, dat zei Kale. Dus je hoeft niet te zoeken naar de giga, want Kale had hem plat liggen. Jullie Kale. Niet zeker. En dat wou die man hier erop. Ik heb gezegd, nou laat maar gewoon lekker daar staan. Ja, ik bedoel, als hij een keer moet hompen, dan wippelen wel. Ja, als je wippelen wil hompen. Maar goed, we hebben nou... Was het een mannetje dan? Of? Nee, we hebben nou 3 giga's, 3 females. Maar het was, 100, was 100, level 190, dus ja, dat was in die zin interessant genoeg. Zo. Nou, eens even kijken. Wil je nog een bouwstreampje hebben? Nou, ik denk dat je dat nu nog kan gaan doen. Wat? Je wilt toch van het weekend een bouwstreampje hebben? Nou, kun je nu nog doen. Oh, dat bedoel je? Ja, ja. Ja, die was helemaal goed, ja. Ja, ik mis zeker het een en ander, ja. 3 vrouwen is beter dan 3 mannen. Ja. Voor mij wel. Ja, het ligt eraan. Welke periode van de maand. Gummert. Zo, begin. Ah, oh my schuld. God, begin ik nou ook al. Toevallig. Sorry. Ik word aangestoken door Emmy. Wat ze hebben. Je ziet er ook moe uit. Ik denk dat je even moet bijtanken. Ja, hè? Kom jij me eerst even optakelen en tanks ombrengen dan? Met andere woorden, de crew. Jij,
Jij wil niet dat ik jou op kom halen met Waarom niet? Oh, dan gooi je me achter in de bak. Ga die zo de kraakwagen in. Eens even kijken, Overwatch. Ik bedoel, 3 vrouwen giga's erna kunnen 3 eieren leggen voor kibbel of voor baby's. Ja, voor die baby's dus niet, omdat we nog geen mannetje hebben. En voor de kibbel is in ons geval niet noodzakelijk, omdat wij werken met Automated Ark. Dus jij kunt van alle soorten eieren kun je alle soorten kibbels maken. Dat heeft ermee te maken, ik stel mijn servers altijd zodanig in dat het min of meer in ieder geval ook een beetje single player tribe geschikt wordt. Zodat gasten, genodigden, of in dit geval dit seizoen is dan sub-service, dat mensen gewoon alleen kunnen spelen. Mensen toe een groot onderhoud in APK, ja. Nou, mijn shotgun heb ik terug. Laten we niet over die grote beurt beginnen. Nee. Grote beurt, die heb ik al zo lang niet meer gehad. Eén grote stofwolk uit die uitlaat. Ja. Hallo, ik ben geen poederblusser. Godsamme, Kees. Zwaarder dan dat. Vraag hem af of je nog wel eens je eerste verzameling krijgt. Even kijken. Hoed. Riot. Ja, ik denk dat die flink zal kraken. De koppelingsplaten zullen er wel half uit liggen. Ja, ik heb alleen, valt best mee. Alleen mijn lagers die zitten wat los. Ja, vastgeroest denk ik. Wat is dit? Picture it. Picture it vanavond of zo. Ja. De chat en Discord version. Iedereen er nou allemaal gekke, allemaal van die vreselijke beelden op Netflix staan. We hadden het toch over auto's? Oh god, wat was dan een prachtplan met die parazen, zeg. Geweldig. Ja, verdiepsoepeltjes. Ja. Ja, kort maar krachtig. Leuk dat hij er was. Nul damage. Ik dacht van, oh, ik heb een idee. Dat is leuk. Ga ik doen. Ja, dat heb ik dan ook wel gedaan, maar ja. In theorie was het een heel goed idee. In theorie wel, ja. Beetje jammer dat de praktijk anders liep, maar... Oh. Wat? Oh, er is meer damage. Een paar gaten bovenin geslagen, zie ik. Ja, hij heeft zelfs de achterwand geraakt. Oh. En de rail. En de leuningen van de muur afgeslagen. Wat is dit dan? Gewoon een beetje... Nou, dat plan hebben we dan geprobeerd, hè? Dus met die parazen. Nou, dat is dan niet gewerkt. Het aantal PT's is flink uitgedund, zie ik. Heb ik nog andere ideeën? Niet doodgaan, maar ja, dat heeft ook zwaar gepland. Ja. Nee. Nou, naar Bos Island dan maar met PT's. Hallo. Kun je Fort ook al zien wat ik denk of zo? God man, jongen, je maakt me nou wel heel erg bang hoor, Toevelus. Wow. Jezus Christus. Living still rent free. Welke is dit? Is dit mijn... Oh, deze heeft wat bij... Oh. Nou had hij wat bij.
Je hebt nou een hoedje opgezet? Het zadel lag nog in de kast, dus hij heeft nou een hoedje op. Oh, maar ze hebben allemaal nog geen levels, joh. Dus veel is te vroeg. Dan moeten ze eerst de kraaienpots voor in. Dan moeten ze eerst een dagje voor even kraaienpotten. Voor die levels. Oh, dit gaat de... Huh? Oh ja. Dat is apart. Ja, dat is echt een apart stukje. Ja. Eerder als... Je het stukje geraakt. Je voice activation gaat net iets te snel uit. Het lijkt net alsof je het vergeten bent dan dat je het hebt geraakt. Ja. Nee, ik denk dat hij letterlijk, want dat aapje gooit een bommetje of iets. En dan krijg je eerst een kringetje van zo-explosies en dan krijg je nog een kringetje met zulke explosies. Omheen, zeg maar. Dus ik denk gewoon dat er een paar van zijn... ik denk gewoon dat er een paar van die dingen gewoon verder al in de basis zijn gekomen. We kunnen met Argus gaan in plaats van PT's. Kan. Ja, die zijn, die hebben in de cryo's gezeten. Ja, ik heb hier zo. Kan. Je had in de offline base ook nog een paar PT's in de cryo zitten, hè? Letterlijk twee. Dat zijn echt druk levels. Ah, oké. Okay. De rest heb ik al verbruikt. Dus die is gewoon allemaal op. Even kijken, tribe log. Killed, destroyed. Incubator was destroyed. Oh. Oh, maar. Oh. Dan moet je wel een nieuwe van neerzetten. Nou. Toch stiekem. Stiekem wel aardig. Aardig toegetakeld. Ja. Hulp. Ja. Nee, toch stiekem nog wel meer. Het is voor mij tijd om af te sluiten, heren. Ja. Ik zou zeggen, wel rusten, Brons. Slaap lekker. Wens jullie nog een prettige avond van wat er nog van over is. Ja, en, hetzelfde. Ja, half uur nog. Tot de volgende ronde. Tot de volgende. Tot de volgende. Ciao, ciao, Brons. Slaap lekker. Oh, die pillen staat dan. Ik, weet je. Inderdaad, half uurtje. Was van een kakkertje? Nee, dat niet zozeer, maar natuurlijk ook gewoon wel gewerkt. En het was toch een vrij intensieve stream. Met al dat gedoe tussendoor. Heb je nou... Eentje naar beneden of allemaal? Je moet ze nog even levelen. Iedereen. Je moet ze allemaal nog even op de melee damage flikkeren, toch? Iedereen? Hoezo? Wil jij... Ik ben alleen gegaan. Jij wilt gewoon echt met twee archies daar naartoe? Moet weer de meerdere meenemen. Oh, nou, ik ben wel game, hoor, om dat te proberen. Even kijken wat hij qua... Dan moet hij toch best wel wat melee damage hebben. Maar goed, ja, oké, ik kan proberen. 800, 7000 health. Doortikken naar de 900. Duizend melee damage. Wat? Nog een female hier, ja. Meen je niet. Wees dan mee. Female Giga Island. Maar ik kan er nog wel wat acties bij pakken, hoor. Dit zijn hier twee hoogste levels, dus ja. Dit zijn dan onze flyers. 8500. Misschien... Kruipot zit in de inventory.
Nee, maar ik vind het wel een goed plan om dat gewoon te proberen. Gewoon met twee... Ja hoor, I'm game. Nog niet van een zwaardje voor de zekerheid. Ik heb hem op 1000 melee staan en ik geef hem 10.000 health. Dan ga ik me... Oh, je hebt hem er al op staan, zie ik. Medical Booster in, ja ook. Leeft de Cauldron nog? Ja, leeft nog. Medical Brews. Hebben we nog wat? Narcotic Tint op weer in. Nope. Ik weet niet hoe ver ik kan laden. Is die voor jou geladen nou? Kijk. Yep. Yep. Oké, mijn beurt. Next. To the car wash. Zit met zijn kop nog in het ei. Jezus, Mina. Ziet eruit. Hey, mijne wil graag konijn zijn. Niet zeuren. Hoppa. Met je kop in het ei. Nou, wat ik in ieder geval doe, ik neem even op mijn inventory neem ik eventjes een PTE mee. Als er iets misgaat, kan ik wegrennen en mijn PTE terug. Goeie. Het scheelt half eiland overlopen. Water. Water is kapot. Pipe. On. Yep. Hoi. Drink water. Dat is ook wel goed. Ja, eerst even wat eten en drinken. Eten en drinken bij. Nee, ik niet. Ja, ik ben er klaar voor. Hebben we nog ergens gekookt vlees liggen of heb je alles bij je? Oh, ik heb alles bij me, denk ik. Wil je me half sterken? Of? Ja, geef maar even wat. Ik, nou, merci. Ik zal nog even snel zo'n... Hoe heet zo'n ding nou? Oh ja! Flesje maken. Echt, hè? Zeg ik precies mijn plan, pak ik die cryo, vergeet ik gewoon die PTE in te cryoen. Er zit ook een cryo in je Argy, hè? Ja, dat is mooi, dat is goed. Hoppa. Wat heet de flesje nou ook alweer wat jij gebruikt? Canteen. Arc or logic. It makes no sense. Hallo! Ik heb een goed idee voor iets nieuws wat je kan doen met je hals. Ideeën zijn altijd welkom. Suggesties. En dat idee is... En dan kan ik altijd zeggen of ik iets of niet vind. We schakelen het uit. Heb je het nou over Ami? Wat? Omdat Emmy de knalpunt uit had geschakeld? Nee. Oh. Eigenlijk niet, gewoon. Oh, ja, dat was voor mij bijna zo logisch dat jij er zou zijn. En, ja, omdat, nee. Ja. Klaar om te vliegen? Yep. Time to die. Oké. Zij die gaan sterven, groeten u wederom. Hallo allemaal. Oh, ik vind het. Weet Kamer toevallig wat er op bos uit dat zit? Nou, die heeft zo een tijdje uitgeschakeld, Kalen. Maar je kan nog wel steeds sparen, dus als we een gegeven moment... Niet uitgeschakeld. Je bent ze niet kwijt, maar je kunt er ook nu echt helemaal niks mee.
geen highlights of geen emotes of tenminste wat er dan standaard in zit, zeg maar. Had je dat nog niet in de gaten? Ja. Dan maakt het ook niet uit. Eén grote kale die 200.000 knalpunt of zo daar. Ja. 500.000 knalpunten scheer ik mijn kop kaal. Ja? Coronacrisis moeten zeggen. Zo. Dat ging even niet lekker. Dat is een iets stevigere hijs dan je had verwacht. Ik weet niet precies, dit is de eerste keer dat ik dit had. Het is echt je dag niet vandaag, hè? Nee. Nee, het is echt... Zeg, ik jou gewoon naar huis moeten gaan, een hoekje moeten opzoeken, huilen. Als je zoiets zo'n dag van tevoren zou weten, dan zou je gewoon echt gewoon niet je buiten uitkomen. Let even bij jouw beest ook op. 1. Jij zelf hebt honger en 2. Op je beest niet. Honger heeft. Mijn beest heeft geen honger, alleen stamina is bijna op. Maar ik ben onderweg naar beneden. Wat is dit dan? Och man, ik vlieg gewoon bijna ramrecht een cave in, hé. Jongen, jongen, is dat onmogelijk? Ja, maar er komt nee, dan loopt hier nog een. Weet dat, corrupted rond. Ja, zag ik net, ja. Inderdaad, Lars. Dus krijg je wederom zo'n awkward gezicht, hè? Maar die heb ik, hè? Hier. Dat is de Dean Cup, hè? Oh, en dan heb ik nou gewoon een easy note. Maar we gaan voor de bos. Ja, ik heb er een emote van gemaakt, maar die kun je alleen gebruiken als je tier 3 sub bent. Voor 25 euro in de maand. Dan moet je het geheim gebruiken. Oh ja. Ja, dit even doen inderdaad. En dan kijk een beetje bij zo 10:30, 10:45 inderdaad. Zo, maar dan kan ik even ook nog een soort van tot rust komen van mijn ontspanning. Dan heb ik in ieder geval zo tot... Sorry, Toef, zei je? Even ontchaosen. Ontchaosen, ja. Zo'n tondeus bij elkaar, ja. Yeah. Oh wel. Toch een beste verschillen, hè? De snelheid tussen PT en Nagetje. Ja, en wel. Zeker als je hem dan zeg maar zijn PT ook op 135% op staat.
You need classic fireball, please. Hé, hey, jong. Oh boy, oh boy. Mooie plek voor een landing. 85 damage. Moet er wel een hoog level zijn. Ik heb minder melee als jou en ik deed 111 damage op een para. 128 hero. Ja, lekker meer op. Maar dit gaat dan een eeuwigheid duren, of niet? Geef je years later. En is aan het healen. Ik zou meteen ook niet vergeten, inderdaad, als we daar een beetje damage krijgen, gewoon even iets kleins daarnaast killen of zo. Ja. Dat die Archie een beetje bijhield. Onder user. Ik heb de jaren 70 disco die patera. Nou, ik ben benieuwd wat er loopt. What's up, Bas? Is mijn zusje even met gamma omhoog. Ik zag niks meer. Gamma? Gamma, gamma naar de gamma. Weer female. We willen geen females. No offense, but we want the boys club. En een rode loot. Dat is hartstikke mooi, maar ik wil eerst weten wat voor bossen zit. Ik zie nog niks. Pak niet. Hallo, is daar iemand? Bredmidder, Ik ben op weg die de rode loot. Ja, ik zie het. Ik vlieg rechts van je. Ah, daar staat er wel. Hey, er staat nog een rex van ons. Wat? Doop. Er staat nog een rex van ons. In en nou? Ja. En er staat hier iets. Damn, oh, het is Monkey Boy. Waar is hij mee aan het vechten? Is hij daarmee aan het vechten? Nee, de monkey. Ja. Die monkey kreeg damage van wat? Wat wilde die nou? Oh, maar waar is die? Ja, neem die rechts mee. Ja, oké, kom. Nou, maar ga maar even happen. Helemaal goed. Kom je boy. Oh, je hebt een uitdaging. Joh. Ja, daar heb je geen uitdaging. Zo, dit is 700 damage of zo? Willen we nog meer rondlopen hier dan? Nou, oké, dat was de monkey. Hij heeft bijna geen damage gekregen. Nee. Huh? Oh boy. Oh fuck. Wat voor. Ah! Wat voor teleport event? Oh, hij teleportte me een klein stukje weg, maar wel van mijn aardje af. Ja, dat is nu niet echt handig. Nee. Oh boy. En renning. Moet ik heel even stamina weer oppakken. Rennen.
I'm tired. Ja, Argy gaat nu wild op hem. Ik probeer hem eigenlijk even weg te fluiten, maar hij is nog niet leuk. Groot, dat is... Wat is groot? Alpha of niet? Geen idee. Doe daar goed damage op hem. Nou, ik... Ik ben hier aan het shotgunnen, joh. Ja, ik kom niet dichtbij als je aan het shotgunnen bent, dan ben ik de shark. Je hebt de PT toch nog bij, hè? Ja, maar ik sta hier nou op het randje. En wanneer komt die boven? Ah, nice. Dus ik doe even lekker shotten. Ja, geen maar lekker even shotten. Ik sta er mooi bij te kijken. Even kijken, hij hield ook weer een beetje, hè? Ja. Ja, maar als ik daar ga vliegen, dan ben ik de shark, want dan schiet je mij van mijn pauper. Hoezo, heb je er ervaring mee en zo? Ja. Dat was op een boot, hè? Dat was niet in de lucht. Dat zal hetzelfde effect zijn. Maar, anyway, niet het een op het ander. Ik heb nog 214 bullets. Het ding heeft een kolossale durability. Ik zou je vertellen, ik ga hem dus gewoon shotgunnen, hè? Ja, shotgun jij maar. Een beetje je kontje in de gaten houden. Mijn kontje? Wat is er met mijn kontje? Tot er geen Rex of zo op je afkomt. Nee, ik ga gewoon door. Oh man, dit gaat goed! Die Archie gaat het wel afleggen, denk ik. Ja, dat is nog wel goed lang voor. Hij is al. Ja. Kaal in de buurt. Fria en Grams. Want dit... Oh, die is nou wel dood. Oh, wat? Hey, Gummy, waarom? Ik stond hartstikke goed. Maar heel even niet. Gewoon even niet. En volgens mij probeerde Gummy mij naar beneden te teleporten. Dit is niet. Jij hem nog aan het knallen? Ja. Waar is hij nou? Huh? Oh, daar. Ah, fuck. Ja, daar. Nice. Good night, Lars. Dan gaat hij er van tussen, hè? Nu ja. Niet je doen? Nou, maar ik raak hem van een beste afstand ook, hoor. Hey. Ja, misschien. Vind ik. Had ik niet verwacht van een shotgun. Had ik niet verwacht, echt niet. Mag ik hem even een tikkie geven? Ik weet dat ik ook zeker weet die hij kan krijgen. Ja! Go. Ja, ik stop met schieten. Yep. Goed, go ahead. Ik zag hem. Go. Go ahead, Eagles! Ja, ze moeten ook een cheese, dat waren niet. Ja, ik... Ach, oh, godverdomme. Waai, waarom? GG Lars. Godverdomme. Hey, niet zo ver, hè? Ga niet, kom deze kant terug. Ja. Blijf op mij gefocust. Nou, Karel heeft hem ook gehit. Dus dat is goed. Dan kan hij dood. Ja, volgens mij voor de engrams hoef je hem volgens mij nog niet eens te hitten. Dat is meer onderdeel van de loot, zeg maar. De engrams is volgens mij voor iedereen die binnen 20 foundations aanwezig is. Als ik het allemaal goed heb begrepen. Hey, maar goed, evenwel goed dat je het even doet. Want voor de zekerheid inderdaad, hè. Buitenkantje nou. Godverdomme machtig shotgun, jongen! Ik wil er ook zo een. Jazeker. Hij gaat eraan! Oh, daar ging ik bijladen! Do it! Kill him. Woo!
GG. GG! Hoppakee. Nice, hey. Maar, ja, ik weet niet wat zijn level was, want daar had ik niet gekeken namelijk. Oh, oh, jullie waren er ook nog. Foutje. En dan nu door die kleintjes gekild worden, weet je wel. Zo, zo, ik werd even terug knockbacked hier, oh hey. Oh, en dan lopen er zat rond. En die slaan inderdaad nog hard ook. Even pakken. Ja, die kleintjes die zijn ook veel hoog level. Veel hoger level. Oké. Okay. Wacht even. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Oh. Er zit er nog eentje. Nee, nee, er loopt daar eentje nog op het eiland. Nee joh, er lopen nog allemaal van die kleine krengen rond. Kom meer? Ja joh. Ik heb stront in mijn ogen gegooid gehad hier. Allemaal van die kleintjes. En die slaan me nog op de kant nog harder als die grote. Meen je niet. Huh. Ja, slaat hij me gewoon weer terug naar onder. Meen je dat nou? Oh, maar die kleintjes zijn ook gewoon 900 jaar. En die zijn er verrekte lastig te raken ook nog. Wacht even, waarom doe ik... Deze moet ik zo doen. Ja. Oh, ik ben echt bijna dood. Je even optillen? Even eten. Kleine kreng, ja, eten heb ik. Waar dan? Hier. Pas op, ik ben het zwaard, hè? Oké. Okay. Ik zeg het maar even. Ja, doe je goed, doe je goed. Hebben we ze nu allemaal? Nee, er loopt nog eentje. Hier nog drie. Ja, ik moet even hier blijven staan. Ik moet even. Ja, maar rustig hier. Van een of andere manier eventjes beetje, want ik ben echt bijna dood. Neem aan dat ik een bag mag maken. Fiber. Even een klein beetje fiber pakken. Ergens. 15. Bag. Oké. Goed, Karel, heb jij nog element nodig? Ja, uiteindelijk wel een keer, maar ik heb iets van 1500 element leg of zo. Hier net achter je, Kale. Zo.
meest pittige. Ja, belangrijkste voor mij was inderdaad. De Engrams. Want ja, die zijn er een hoop geunlocked. Zag ik. Het was een hele rits. Heel even kijken wat het allemaal was. Hey, oh! Laars is net, nou, ze net gaan maffen, maar. De Tech Rival. Nice. De Tech Rival. Ja, dat was die God Gun die Laars van de week gaf, weet je wel, dat ik hem niet mocht schieten. Yep. Omdat ik hem niet geleerd had. Ja, die heb ik, die is er nou. Nice. Hey, Tech Rex Saddles. Ook wel, fucking 100 Black Pearls. Oh, dat is wel heel erg veel. Oké, okay, dus dat, ja, die Gold Gun die kan ik nou gebruiken. Hey, de Replicator hadden we al. Tech Wall, Building Dinosaur, Frame Tech Door, Trap Door, Tech Window, Tech Throw. Tech Grenade, ja, volgens mij, ja, die bouwspullen inderdaad. De Rifle, de Tech Grenade en de Rack Saddle. Die Tech Dinosaur Gateway is trouwens wel fijn, hoor. Vind ik. Die is zeker wel leuk om in de beeld te gebruiken, ja. Maar, ja, dus dat was goed. Hele, geen cloning chamber. Nog niet. Nog niet. Nee, die, ja, die Tech Rifle ben ik natuurlijk wel heel erg blij mee. Ah, dan... komt wel kalen. We gaan dit weer. Oh, het heb het jaar geteemd. Oké. Okay. Ja, ik hoor dat we nog een goede shirt kunnen gaan maken met echt een F-load aan ammo. Gaan we dit nou, nog een keer doen. Hey, met die nou weet ik niet. Die shotgun, hè? Die had ik uit een kistje, hè? Hmm. Ja, goed. Ik zag ook dat we wat blueprints hadden liggen van shotguns, dus... Oké, okay, 2 stuks 280, oké. Okay. Nice thing. Ik moet pissen als een rund. Eerst richting huis. Let's go home. Oh, GG. Oh, dat was een alpha. Was dit dan de... Dat was eigenlijk de moeilijkste van de drie, toch? Volgens mij wel, ja. En jij hebt hem gecheesed. Wat heb ik wat? Je hebt hem gecheesed, oftewel gewoon hartstikke makkelijk. Oh, gecheesed. Gecheesed. Oh, oké. Ja. Ja, maar dan heb ik dus net door dat die klote aapjes allemaal op me afkwamen, heb ik niet gezien wat het level het was. 481 of zo, dat ik zag. Dat kan niet. Nee, want ze spawnen tussen de 50 en de 150. ...95. Lacht hij er nog? Triplock. Oh, triplock. Ja, want ja, die kleine monkeys inderdaad, wat Carlos zei, die waren 200. Ja. 95, ja. Nou ja, dan is hij een beetje halverwege gespawnd. En dan natuurlijk wel een mashed up gun, hè? Ja. Ja, weet je wat leuk is? Als iemand dat op een gegeven moment... ik ben ook aan het kijken, want ik ben ook aan het kijken wat alles doet. Een beetje wat meer een documentatie over die chaos te kunnen maken. Want dat is dan een beetje beroerd allemaal. Maar er is in ieder geval, in de chaos is er een ding. En ik weet even zo niet hoe die heet. Oh, ik ga terug naar de grond. Alweer brandstof op. Oh, wat is dat toch vandaag? Echt serieus. Maar, wat ik wil zeggen. Oh ja. Dan krijg je 99% damage reduction.
En 100 keer melee damage. Dat is ook niet slecht. En dan met zo'n zwaard, en dan met zo'n zwaard gaan zwaaien van 500%. Volgens mij is het dan chop. Heerlijk. Denk ik nog goed, jongens? Ja. Oh mijn god, ik had het. Toch nog wat kunnen killen vandaag. Ja. Hier was niet zo'n heel slecht idee om met vogels die kant op te gaan. Ik wou dat zeggen, probeer je nou een beetje nat te kletsen of wat? Oh. Troep met alles over ze. God, nondertje. Daar ging er op. Flying home across the ocean. Ik doe nogal landelijk uit voor een oceaan. Nou, er komt nog vanuit de drooglegging in de jaren 30, hè? Ah, oké. Okay. Dus dit is eigenlijk allemaal riet, het zijn helemaal geen bomen. Plantekes. This is flight 290 requesting landing on runway 499 crossing from the east. Star Wars permission not granted over, please stay airborne. Oké, okay, ik kan zo naar binnen wandelen, binnen vliegen. Ja, dat is bij ons. Maar, niemand heeft het andere, want wat ga Gemmy gaf toe straks? Wat zit er dan hier nog in? Salt rifle? Dit? Oh shit. Nee. Had je die gift gedaan? Wat is die classic, hè? Nou, hier zit nog een 367. En hier zit nog een 438 in. Ligt er aan wat je bedoelt met heel hoog? Of wat je verwacht van heel hoog? Tot een bossen skill. Zo, muur is gemaakt. Meer dan 85. En kijk dan, hé, ik zit op 65. 180, hè? Hé? Ik zit op 180. Crafting skill. Nee. Mijn is mijn gaming chair aan kapot. Jee.
Shotty Blueprint 6. Wow. Nice. Ja, dan wel dik. Ook wel aardig wat resources nodig. Lekker natuurlijk. Ik weet niet, waar hebben we Blueprint? Weet ik niet. Ja, is ook random, ja, hè? 1 hebben wij. 0% rente op de financiering. Een shotgun. Ja, ja. Ja, dat is duur ding. Ja, maar daar is het. Je moet er eigenlijk altijd een paar maken, inderdaad. Hé, hey, maar Kalle, de server staat wel ingesteld op unlimited respecs, hè? Dus het is, als je de moeite wil nemen om zoiets te maken en je eindcrimes een keer opnieuw wil leren, dan kan dat. Je mag dat meer, je mag dat blijven doen, zeg maar. Nou ja, dus je moet af en toe een keer de eindcrimes een keer dan opnieuw leren. Enige schaduw handje eraan. And I stole your car. Is dat je in principe die basis dingen meestal wel kan vergeten, of die doet hij dan automatisch? Ik weet niet hoeveel ja, je kun je er denk ik niet als je alle punten erop gooit. Hoeveel zou je dan kunnen krijgen? 2000 kranskill of zo? Ik weet niet hoeveel je krijgt per punt. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat weet meneer Cactus wel. Ja. Gaat een turret binnen. Kleins, waarom hebben wij turrets binnen? Wat? Waarom hebben we turrets binnen staan? Maar als er een monkey er binnen komt lopen natuurlijk. Oké. Just asking. Wat dacht je haar dan? Ja, niet, anders vraag ik het niet. Wat dacht je haar dan? Ik kan hier niet in denken, hè. Waar ik gebleven? Nou, toch gelijk, ik heb kort gehad. Ja. Nou, dan zal ik hem hier nog wel even laten zien van vandaag. Ik kan hem nou weghalen. Oké. Ja, daar stond Wolfie langs de weg. Met een lege tank. We gaan hem even open doen. Ga je nou even een filmpje van maken? Oké. Handrem? Oh. Ja. Zet hem maar vrij. Ja. Van de handrem? Ja. Van de handrem en vrij. Ja. Check. Buiten eigenlijk om ook geen put, nee inderdaad. Ja, dat was er vanochtend. Oh jongens. Really stupid. Ja, leg het maar vast. Hij heeft nog een keer weer in te krijgen. Leg het maar vast. Zegt die man van Rijkswaterstaat, hè? Je weet nooit wanneer je iets kunt gebruiken. Ja, op stream bijvoorbeeld. Je weet nooit wanneer je iets kunt gebruiken. Of misbruiken. Ja, tegen mij ja. Tegen mij ja. Ja, heerlijk hè. Handrem, in de versnelling, heb je lamp uit, alarmlicht. Als kan je zo meteen nog niet stellen. Inderdaad. Lamp uit, en alarmlicht uit.
Dus die hadden al 20 minuten lang aangestaan. Hetzelfde geld had ik mijn hele auto al niet meer kunnen starten omdat er accu leeg zou zijn. Ja. Rijd hem even echt vast. Voelt als de Efteling. Voelt als de Efteling, zeg maar, broer. Jongen, jongen. Ja, dat je met karretje omhoog gaat. Ja, bron 1858. Ik vraag me af. Ja, ze zijn er wel eens niet van dat het niet onder de service ligt of zo. Dus. En ja, zo gingen we dus. Op de auto, in verband met corona, moesten we dus gewoon in de auto zitten. Normaal gesproken mag dat gewoon niet, dan moet je in de cabine plaatsnemen. En ja, dan gingen we onderweg naar het tankstation. Tuda, tuda. Dus wat ben je dan? Op prutsen. Ik had er even koningprutser bij moeten, of koning bij moeten zetten. duur ritje. Nou, ik zou je vertellen, of ik moet me vergissen. Opperprutser, ja. Volgens mij is dit een service van Renault service. Dus, want ze hadden het verder. Ik ga er even vanuit, want ik heb dus gewoon. Ik heb een Renault pas van de Renault dealer. En daar zit dan ook een soort van. We noemen dat Renault service. En ik mag van allerlei dingen gebruik maken. En dus ja, ik zat zonder benzine en dus ik denk. Of diesel. Dus ik denk, ik ga ze in ieder geval gewoon bellen. Nou, dan zeg je, ja goed, de tank is leeg, dit, dat. Ja, denk je dan dat de tank leeg is? Ja, dat denk ik wel, want ja goed, ik zie dat wel zo gebeuren. Het lijkt me ook niet anders. Nou goed, sturen we langs. En ja, ze zeggen, en dus uiteindelijk ook van, gewoon af. Dus er werd niet gezegd van, ja goed, als het dus inderdaad de diesel is... dat ze hebben ze ook niet gezegd, nou dan krijg je een rekening of wat dan ook. Nou, die man op het tankstation afgezet. Tankstation de boel volgooien. Nou, toen wou hij moeilijk starten, omdat hij dus inderdaad nog door moest pompen. Toen hebben ze hem nog even ontlucht en bijgespoten. En toen zei hij, nou goed, moet ik Renault dan nog even bellen? Nee, zegt hij, ik heb gezegd dat ik hem ontlucht heb. En ontlucht en blad. En het is goed zo. Dus. Nou, super netjes. Dan dus, even vanuitgaan dat ik niet alsnog een rekening thuis krijg. Hè? Maar dat zou wel super netjes zijn. Ja. Even kijken, ik ben zo terug, Toef. Jo. Dus ja, nee, wat dat betreft kan ik zeggen tot nu toe. Bedankt Renault, bij deze. En tja, dat is dan toch wel super voor deze enorme... Enorme prutser. Maar goed. Het is natuurlijk eens een ding. Daar komt je, dat overkomt je één keer. Hè, en dan niet meer. We gaan dus lekker afsluiten. Want ik kan ik even ontchaosen. Ik zal ook even uitzetten. Hoppakee. Beter was het diesel geweest in plaats van super. Volg ik even niet. Wat is dat? Was het diesel? Of wat zei ik dan? Oh. Baba. Te langzaam. Ja. Ja. Tijd om rustig aan te nemen. Hé jongens, het was... Berengezellig. Jongen, wat hebben jullie er weer wat van gemaakt vandaag? Echt.
Knallen zeg. Ik loop volgens mij één streampje achter met compilaties. Ja, wees niet getreurd. Ze komen eraan. Ik ga ze maken, want voor elke aflevering maak ik sowieso nog wel een leuke combinatie. De compilatie, alles op een rij. Komt er wel aan. Komt goed. Dus ja, nogmaals dank. Bedankt voor de soort van fictieve raid van Megan en Colts. Die volgens mij ook allebei alweer unfollowed zijn. Was dus precies wat ik dacht. Gewoon een stukje self-motion. Hier ga ik er sneller op in. Maar goed, dat is ook weer een les. Voor de rest, ja, de cheers, de sound alerts en natuurlijk alle chaos events daarbij. En Gummy, gefeliciteerd met de 10k level, zal ik maar even zo noemen. En dan zie ik jullie graag donderdag wel weer. Uiteraard weer 19:30. Nou ja, goed, kan zijn dat Emmy dan misschien streamen, dat zien we dan wel. Dan krijgen we een dope promotion en ja, ik weet, het is lastig dan voor jullie, maar goed, als wij spontaan streamen, maar goed, dat zal af en toe gewoon een keer gebeuren en dan kijken jullie, is het aan jullie natuurlijk, waar jullie gezellig gaan hangen of wellicht in een multistream. Dat zien we dan. Dus good night, slaap lekker straks, stay safe en tot de volgende Waku Waku.